Dag dames en heren. In grote delen van Nederland brak deze zondagochtend al heel snel de zon door. Maar niet in het zuiden, daar was er veel bewolking, nevel en soms zelfs mist aanwezig. En ook op de satellietplaten kunnen we dat duidelijk zien. Terwijl het in grote delen van Nederland al mooi opklaarde. Lag er juist over het zuiden nog een hardnekkige wolkenband. Die loste maar langzaam op. Op de Noordzee zien we nog meer bewolking. En een deel ervan komt vannacht ook weer onze kant op. Dus af en toe hebben we toch eventjes wat minder zonnig weer. Maar over het algemeen zorgt een hoogdrukgebied er niet alleen vandaag, maar ook morgen voor dat het nog altijd prachtig voorjaarsweer is. Er gaat echter wel het een en ander veranderen op de weerkaarten. We zien de lijnen van gelijke luchtdruk boven het noorden van Europa dichter op elkaar liggen. En de wind waait daaruit in noordwestelijke richting. Er wordt koude lucht uit de polstreken aangevoerd. Her en der valt ook neerslag, soms ook in de vorm van winterse neerslag, sneeuwval. En het hoge drukgebied in onze omgeving dat gaat zich langzaam wat meer verplaatsen richting IJsland en Groenland. En die koude lucht uit Noord-Europa kan dan ook in de loop van de week doordringen tot onze omgeving. In eerste instantie komen vanuit het zuiden nog wat gebieden met bewolking en wat regen opzetten. Maar het is uiteindelijk de koude lucht die vanaf woensdag zeker echt terrein weet te winnen. En we zien dan steeds vaker dat neerslag ten noorden van onze omgeving in de vorm van sneeuw gaat vallen. We krijgen echt. Een heel ander temperatuurbeeld te zien de komende dagen. Dat zien we ook al, uh, terug in de hogere luchtlagen. De temperatuur op zo'n 1500 meter. Hier zien we dinsdag de temperatuur op hoogte al duidelijk omlaag gaan. En na dinsdag gaan die temperaturen nog verder omlaag. En de neerslagprognoses laten al zien dat woensdagochtend in de buurt van het noorden van Denemarken al de eerste winterse buien gaan vallen. Daar is vanavond natuurlijk geen sprake van. Het begint al wel wat af te koelen en vooral in het noorden van Nederland, daar verschijnen wat wolkenvelden. En verder kan er vannacht ook weer mist ontstaan. Op plekken waar het lang opklaart, daalt de temperatuur nog tot rond het vriespunt. Over het algemeen ligt de temperatuur vannacht een paar graden boven nul. Morgenochtend kan het regionaal even duren voordat het ochtendgrijs is opgelost. Nevel, mist of wat laag hangende bewolking. Maar ik denk dat in de middag uiteindelijk overal de zon goed tevoorschijn komt. Bij niet al te veel wind loopt dan de temperatuur in het binnenland op naar zo'n 15 tot 18 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden van het land, in de kustgebieden. En dan met name het noordelijk kustgebied, waddeneilanden. eilanden nou, Daar ligt de temperatuur een paar graden lager. Nou, als we dan verder vooruitkijken, dan zien we dat de temperaturen dus omlaag gaan. Dinsdag kan vooral in het zuiden en later ook midden van het land ook een klein beetje regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. De dagen daarna is het vaak droog en breekt ook regelmatig de zon door. Maar we zien wel dat de temperaturen mager zijn voor bijvoorbeeld 1 april, 7 of 8 graden. In de nachten kan het af en toe licht gaan vriezen. En als er een bui valt, kan er naast regen ook wat hagel en misschien wel een keer wat natte sneeuw vallen. Tot de volgende keer.